Op 1 oktober 2005 komt Hubert Bruls met de trein vanuit Nijmegen aan in Venlo. De nieuwe burgemeester hamert vanaf het begin op veiligheid en de voortzetting van antidrugsproject Hector. Bruls maakt zich in zijn eerste jaar niet bij iedereen geliefd. De horeca krijgt te maken met strengere regels en na een incident pleit Bruls voor het uit de lucht halen van jongerensite kloeken.nl. Een kleine bom barst als de burgemeester zich uitspreekt over het vertrek van Frans Pollux als stadsdichter. Pollux geeft als reden de verkiezingsoverwinning van Geert Wilders, die in de Tweede Kamer 9 zetels haalt. Het is vrijdag 8 december. Dit is Venlo vandaag. Goedenavond. Links Venlo heeft verontwaardigd gereageerd op uitspraken van burgemeester Bruls vanochtend in Dagblad de Limburger. Bruls gaf daarin aan dat het in Venlo afgelopen moet zijn met linkse, cultuurcorrecte types die het allemaal beter weten. Ik vind het jammer dat de burgemeester hiermee bepaalde groepen ook weer uitsluit, terwijl we er juist over hadden gesproken dat we mensen zoveel mogelijk bij elkaar willen houden. Ik constateer dat een aantal politici en nu dan ook Frans Pollux als een culturele drager en toch iemand die een culturele positie heeft in deze stad, zich hebben uitgesproken dat ze zich schamen voor Venlo. Ik denk dat je daarmee Venlo niet goed doet. Een groep Venlonaren grijpt het incident aan om een lied uit te brengen waarin oud-burgemeester Jan Schreijen wordt gevraagd om terug te komen. Een ludieke carnavalsactie volgens de makers. Jantje kan wat weder naar huis. Jantje, want we hebben hey einde. Bruls lijkt zich weinig aan te trekken van de storm. Hij laat overal in de gemeente zijn gezicht zien. Als er iets van belang gebeurt, is Bruls erbij. Daarnaast is hij ook zelf een betrokken burger. Hij gaat voetballen bij FCV, waar hij door het leven gaat als de Maradona van het Ven en de speler van het team van de Venloese gemeenteraad. Bij Omroep Venlo FM draait hij een uur zijn favoriete platen, een oude hobby. Met name in mijn studententijd draaide ik op studentenfeesten van mijn studie politicologie. En dat vond ik hartstikke leuk. En ja, voor het overige was ik een hele actieve volger van alles wat eruit kwam. Ik wens u allemaal een goede dag en tot de volgende gelegenheid. Bruls groeit in zijn rol als burgemeester van alle Venlonaren, maar blijft ook zichzelf. Hardwerkend, eigenzinnig en uitgesproken. Vaak vanuit Oost-Europa, die hier de voorziening niet zo kennen, misschien ook niet gelijk willen meewerken. Ik verzeker u dat die betreffende persoon achteraf dankbaar is richting de politie dat hij opgepakt is. Dank u wel. Graag gedaan. Als het hier is, dan terug naar Warschau. Onder zijn leiding ontwikkelt de regio zich als economische hotspot en worden belangrijke logistieke projecten in gang gezet. De Maasboulevard wordt geopend en de stad bereidt zich voor op de Floriade die volgende maand van start gaat. Die opening wil hij dus in ieder geval nog meemaken als Venlose burgemeester. Moet nog wennen, hè? Doen we tikken niet met alcohol. Ja, zo nog meer. Santé, hè? Santé, beste wensen. Beste wensen voor het goede en het mooie nieuwe jaar. Ik ben ervan overtuigd dat het gelukt en ik hoop Venlonaren dat we vooral allemaal samen kunnen doen. Santé.